kopen in één kleur, maar... 500 miljoen! Wow! Kijk, dubbele kleur. Alsjeblieft. Jullie luisteren totaal niet naar mij, dus we gaan gewoon dingen zoeken in onze kleur. Oh no. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Ella. En vandaag hebben we echt een superleuke video. En het concept vind ik wel zelf heel leuk geworden. Want wij gaan vandaag alles kopen in één kleur. Maar je weet niet voor wie je dingen zal kopen vandaag in één kleur. Oh, oh my god, dus wacht, ik snap het. Dus bijvoorbeeld, ik ben blauw. Ik ga nu iets rood kopen voor Celine. Of... Ja, je weet niet voor wie. Dat is dus de challenge van vandaag. Ik koop dan iets in blauw en jij zegt dan voor wie dat het is. Inderdaad, maar ik zal dat pas zeggen na... dat we alles gekocht hebben. Dus vandaag gaan we naar Dreamland. Daar heb je superveel gadgets, cadeaus, alles wat jullie maar willen. En jullie mogen allemaal 3 dingen kiezen in jullie kleur. We gaan dat allemaal meenemen. En op het einde van deze video zal ik vertellen aan jullie voor wie jullie alles gekocht hebben. Snappen jullie dat? Ja, ik snap het. Jullie? Ja. Je comprends. Oké. Okay. Maar voor we beginnen natuurlijk, Ella, Anna, samen, voor hoeveel likes gaan we? 500 miljoen! 15.000 likes? 15.000 likes. Anna, ga je daarmee akkoord? Ja, zeker. Dan gaan we nu naar de winkel. En ik vind het best spannend, want ik ga alles doen in het groen vandaag. Jij in het rood, jullie in het blauw. Yes. En anders stel ik voor dat wij dus elk 3 producten gaan kiezen. En dat zij allebei misschien er 2 kiezen. Oké, jullie 4 in totaal en wij 3. Ik heb al een vraag voor jou. Want je bent super gefocust. Ja, maar vraag maar. Goed. Aan wat denk jij als eerste in het groen om te kopen in een speelgoedwinkel? In een speelgoedwinkel, in het groen, dan zou ik heel saai kunnen antwoorden een groene voetbal. Maar ik ga proberen iets creatiever zijn. Ja? Mocht het bestaan, en ik denk van wel, een groene case voor een PlayStation controller. Oeh. Maar wat zou jij als eerste kiezen in de kleur rood? Oh, een hartje. Wacht eens voor Joy! Een hartje. Een hartje? Nee, ik denk aan een kussen of zo in het rood, in een vorm van iets, een hartje bijvoorbeeld. Of iets anders. Oké, goed. En jullie? Een blauwe pony. Een blauwe pony? Maar ga je die vinden in een speelgoedwinkel? Blauw en zwart, forever. Oh no. Wat zouden jullie kiezen in de kleur geel? Laat het weten in de reacties. Een zon. Pikachu. We staan trouwens geparkeerd. Daarom is mijn gordel uit. Zeg het maar. We gaan er binnen. We zijn net aangekomen in de winkel. En we gaan eens kijken bij de cadeaus en bij de gadgets. Want we gaan natuurlijk vandaag iemand verrassen. Jullie weten nog niet wie. Anna is al aan het kijken naar iets. Ja, maar Fitbit. Ik heb dat ook, maar deze staat er niet bij. Is niet in het blauw. Deze is wel in het blauw. Dit zijn controllers. Oh, dit is een alarmklok. Maar ja, de verpakking telt niet, Oh my god, ik weet niet of ik goed ben in FIFA of zo. Is dat MLP of zoiets? Dat is Mbappé, klopt. Nee, je hebt gelijk. Ja, dat is echt Mbappé. Kijk, ik ga Celine kunnen delen. Jij kan met die kant spelen en Celine kan met die kant spelen. Ella, je bent wel bijna even groot als Celine. Damn. Dat ik zie echt het nu. Gek, eigenlijk. Oh, wauw. Je bent echt zwaar aan het groeien. Ja, Ella, sta eens op je tippen. Wow, oh check it. Precies Ize die naast mij staat. Ja. Ize is echt nog een hoofd groter of zo. We moeten ons wel even concentreren, want we moeten iets vinden in onze kleuren. En oh, Ella. Ik wil een foto met Harry Potter. Een foto met Harry Potter. Ja. Wauw, oké. Okay. Celine zal even snel de foto nemen. Ja, kijk. De foto met Harry Potter. Prachtig. Wauw, mooi. Doe een keer. Montre-appu. Oei. Mijn dubbele kin. Wacht, Anna vraagt iets. Anna vraagt iets. Oh, ja. Kijk, mijn dubbele kin. Anna, wat is er? Kijk. Oh. Heb je ze in blauw gevonden? Ja. Oh ja, een Nintendo Switch. Poe! Oh, die is wel echt eng, toch? Oh my god, dat is een super enge spin. Dit is de Halloween tafel. Gaat dat bewegen? Dat weet ik niet. Oh, nee, oh dat geluidje. Oh my god, oh, dit is wel echt eng. Oh, die baby. Oh, damn. Eeuw, 200 jaar later zijn we allemaal zo. Oh, Ella, zeg. Het is toch waar, zeker? Ja, dat weet je niet. Iets beter uitzien. Oh. En baby. Damn. Maar echt, stop daarmee. Stop. Hou ermee op. Ja, dat is echt eng. Wat is er daar allemaal aan de hand? Oh. Wow. Wacht, ik wil dat je doen. Ik ga hem stoppen. Jullie draaien jullie nu om en ik verstop mij en ik ga jullie op een moment laten verschieten. Oké, ga je maar verstoppen. Doei. Echt, hè? Om, nee, ik meen het. Oh, ze gaan ons laten schrikken. Oh, zeg. Wat is dit hier allemaal? Kom op. Hallo. Oh. Oei, dat is af mijn hoofd. Oké, maar volgens mij moeten we echt iets gaan zoeken in onze kleur. Maar dat heeft gewoon geen hoofd. Dus dat is ook normaal dat hij daar niet in past, hè? Hé? Hey.
Wat gebeurt hier allemaal? Kom op. School is dat. Oh. Wij gaan op school. We gaan allemaal zo. Hebben jullie een dansje geleerd? Volgens mij wel. Kijk, wat is hier aan de hand? Omdraaien. Ja. En dan zo. Boom, boom. Misschien moet je het zelf ook eens doen. Ik vind van wel. Okay. Ja. Nee, doe maar rood. Rond aan. Boom. Nee, fout. Not. Zo. Ha, boom, boom, boom. Oh. Ha, boom, boom, boom. Soort van. Ik geef een 5,5. Op 6. Nee, op 10. Oh. Op 5,5. Oh. Oh my god. Kunnen we eindelijk iets gaan halen in één kleur? Oh, maar wacht, kijk. Oh, ze hebben veel te veel fun. Ik hou van Halloween. Ella, is dat in het blauw? Nee. Een spook. Oh. Misschien moeten we een trick or treaten op Halloween. Ik word helemaal gek. Oh, ik ga dingen zoeken in het groen. Oh my god, een pancake art challenge van Halloween. Ja. Yeah. Pancake art. Ja, dat kan. Kunnen we gewoon iets halen in onze kleuren? Alsjeblieft. Anna, we moeten iets zoeken in onze kleuren. Nee, wat is hier aan de hand? Kan je je zus even rustig maken? Ja, oké. Okay. Oh, ze is terug. Slaan is niet oké. Okay. Ik ga jullie gewoon laten staan en ik ga dingen zoeken in het groen. Oh, ik heb iets gevonden in het groen. Dit is een slinger, denk ik. Dat was niet de challenge. Nee, het moeten cadeaus en gadgets zijn. I know. Geen Halloween, geen Halloween. Ze zijn stories aan het maken. Hallo, gaan jullie eigenlijk binnen aan de challenge kijken? Oh my god, dat is mijn hoedje van hier waar ze chocolade op alles. Oké, Ella, je mag niet kijken naar de poppet. Ik ga hem achter jou houden. Als je het juist hebt, mag je een extra ding kiezen. Maar wat moet ik doen? Welke kleur van ons drie heeft de poppet niet? Groen, blauw of rood? Niet. Denk blauw. Blauw, fout, het is rood. Kijk maar, rood heeft hij niet. Wil je voor mij ook zoiets doen? Ja, ik heb straks een challenge voor jou. Waarom verlies ik altijd? En je bent nogthans verslaafd aan de poppets, hè? Anna, nu een challenge voor jou. Kijk maar naar mij, kijk maar naar mij. Welke kleur heeft hij niet? Rood, wat? Groen of blauw? Simpel dimpel, nee. Maar een mega simpel dimpel. Rood. Fout. Nee, je hebt gelijk, Anna. Ella is... Oh no. Ella zit in dat huis daar. Ja, daar is ze. Oh no, no. Goh. Ella, ben je aan het dansen? Nee, dit... Au, au. Je moet je hoofd door dat snoepje steken, hè. Dan ben je een snoepje. Oh, oh. Oh no, no, no. Ga. Oh, meteen story smaak. Prachtig. Ella, je moet je hoofd daar niet zo diep doorsteken. We hebben vandaag ook een sneeuwman. Sneeuwman Ella. Anna, sorry. Hier is Ella. Oh, mooi. En dit is de mooiste kerstboom van het land. Ah, oh. Au. Een persoon die overdrijft met alles. Overdrijft? Nee. Ik heb mijn knie verdraaid en mijn hoofd gestoten. Oh. Eindelijk aangekomen bij de gadgets, bij alle cadeaus. En nu is het tijd om serieus te worden. Ik heb iets leuk voor jou. Ah, dankjewel. Eindelijk een serieuze opmerking vandaag. Mooi, hè? Oké, wij gaan allebei drie dingen zoeken in onze kleur. Jullie twee dingen. Jullie luisteren totaal niet naar mij. Dus we gaan gewoon dingen zoeken in onze kleur. Oh, no. Dit kan ik echt gebruiken. Oké, ik neem dat mee. Ja? Ja, oké. Okay, dankjewel. Voilà. Wat is dat? Dat is bruin, Anna. Een voetbaltas. Dit is wel leuk. Oh my god. Oké, okay, ik ga dit meenemen. Dit is groen. Ja, want het is voor mij. Het is voor mij. Ja, wat is er? Wat is er? Sowieso. Als dessert is niet blauw. Pech. Maar ja. Het moet echt blauw zijn, nee. Ella. Jawel. Wat? Moet blauw zijn. Snoep, omdat we allebei zo goed bezig zijn met de challenge. Misschien straks als beloning, maar nu maar niet. Het is niet blauw. Nee. Het moet echt blauw zijn. Ja, heb jij ook iets? Oh, wauw. Maar het is niet rood. Weg. Weg. Ik heb nu wel al twee groene dingen. En dat is ja, iets om te slapen. En een groene mok vind ik wel cool. En oh, Ella heeft ook weer iets. Dat is een unicorn. Wat heb je allemaal al gezien? Echt van alles. Je hebt hier echt superveel. Wel handig als je cadeaus nodig hebt, want je vindt hier gewoon alles. Oké. Okay. Zoals een lavalamp. Maar die hebben we al. Oh, Ella zegt nee. Wat vind je dan hier ik niet? Ik vind geen blauw. Blauw? Oh. Blauw. Er is hier honderden dingen blauw. Kijk, echt, Ella, dit is blauw. Montre un peu. Blauw. Heb je iets? Een halftertouw. Een hondenspeeltje. Een hondenspeeltje in het blauw? Een hondenspeeltje. Ah, nee, oei. Oh my god, dat is zo'n stressding. Ella, daar is nog leuker. Ga je dat meenemen? Casquilia. Maar ja, dat dan? Wow. Maar ja, nee, dat is niet blauw. Goh, gaan ze ooit iets vinden? Oh, je hebt snoep. Nee, dat is voor mij. Nee. Hm? Céline mag dat nemen, maar het kan wel voor jou zijn. Dat weten we pas als we hier buiten zijn voor wie het is. En dat is niet zo gezond, hè. Nee, dat is waar. Maar je mag drie dingen kiezen. Het kan één van de drie dingen zijn. Oh ja.
Ja, dat is waar. Dat is groen. Oké, neem ik mee. Maar dat is toch blauw? Dat is toch groen? Ja, jij kan dat meenemen. Dat is stressblauw. Dat is één van jouw twee dingen dan. Anna, heb je al twee dingen? Nee, nog nul. Oh, oké. Okay. Zoek maar, zoeker. Je hebt momenteel alleen nog maar de snoep. Ja, klopt. En nu ben je aan het kijken naar juwelen, accessoires. Ja. Oh, ik heb iets blauw. Scrunchies, ja. Nee? Nee, maar het is eigenlijk niet voor mij. Nee, het is niet voor jou. Je weet niet voor wie het is. Ja, maar als het voor jou is, dan... Ja. Niet handig. Ja, maar... Kan je ook zo'n pijpje maken? Ja. Zo'n klein plukje mee. Kan, kan. Alles kan. Je weet alles niet voor wie het is. Alles mag. Hoeveel dingen heb jij nu al, Ella? Ik heb alles. Twee dingen. Oh, oké. Okay. Goed. Klaar. Okay. Jij bent ook klaar. Oké, okay. En Anna heeft nog niets. En jij hebt nog maar één ding. Oké. Okay. Anna, wat heb jij nu al? Ik ben niet meer mee. Oh, twee dingen. Wat is dit? Een glow throw? Ja, je kunt daar zo... Dat is met balkjes. En moet je dat zo gooien naar elkaar en dat maakt licht. Oké, okay, maar er zijn groene en blauwe balletjes. Maar ik geef het jou omdat er hier toch wel een blauw balletje staat. En wat heb je nog? Dat is zo kubus en... In verschillende kleuren, maar ook wel met blauw. En de verpakking is ook wel merendeel blauw. Keuren we dit als blauw of niet? Ja. Ja? Ja, oké. Okay. Jij hebt jouw twee dingen, alsjeblieft. Dit is lipstick en het smaakt naar Coca-Cola. Oh, ben ik wel benieuwd naar of het echt naar Coca-Cola smaakt. Ja, dat is wel leuk, hè? Dus okay. Nog één ding nu en dan ben ik klaar. Voor jou, oké. Okay. Super Ella. Oh, maar het is niet... Oh, wow, wow. Maar het is niet blauw. Nee, maak niet... Heb je iets blauw? Demi. Nee. Oh my god. Ken je een Demi? Die Demi vervangt worden door een C. Ah, dan is het semi. Ja, oké. Okay. Oh, Bram is wel blauw. Misschien kan je het voor Bram meenemen. Anouk, dat is een vriendin van mij. Bo is ook een vriendin van maar mij. Maar kan je niet voor Bram meenemen? Anna is hier ook. Kijk. Toon is Anna. Oh, je gaat wel snel. Anna. Ja, kijk. Gaan jullie Bram meenemen nee. Voor Bram? Nee? Ik ben Demi. Okay. Isa. Demi, wij zijn Demi vanaf nu. Ja, het is Deline en Michiel. Dipt en Michiel. Oh, wauw, 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 wauw. Respect. Ik heb mijn derde cadeau gevonden. Oh. Dat is echt super gek. Gek. Ben benieuwd? Ja. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik kan het zelf niet zien. Een springbal. Een springbal. Dit zou ik echt super graag hebben voor op het toilet. Toiletbasketbal. Maar nee. Het is oranje. Dan zit je nog langer op het toilet. Oh. Oké. Okay. Dat prentje niet. Nee, oké. Okay. Is dit ook goed voor Siri? Toon is meer paars, toch? Ja. Nee, dit is niet rood. Nee. Als we vergelijken, nee. 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 Wel goed geprobeerd. Ik heb wel nog iets anders gevonden. Oké, okay, Celine heeft iets anders gevonden. Ben ik wel benieuwd naar. Dit is parfum. Parfum. Dit vind ik er ook wel echt mooi uitzien. Een bad gevuld met ja, verschillende gadgets voor in het bad, ja, denk ik. Ja, een blind, het is roze. Ja, maar dat ging ik net zeggen. Maar misschien als je dat met bepaald licht houdt of zo. Als je dat in het licht houdt, wordt het rood. Nee, het is nee? Wel mooi roze. Het is zo ja. Ja, flashy. Het is shiny. Het is wel leuk, maar het is niet rood. We zijn net de kassa voorbij en er is hier nog een automaat met kleine poppets, hier oh, zo. Okay. Maar natuurlijk, alle poppets die eruit komen hebben één specifieke kleur. Dus de kleur die eruit komt, die poppet krijgt de persoon in de kleur. Oké. Okay. Wat een kleur is dat? Bijvoorbeeld paars? Bijvoorbeeld oranje? Paars of oranje? Dan gaan we kijken op het einde van de video voor wie het is. Hard draaien. Oh, geel! Oh, wauw, die is wel mooi. Draai maar. Groen, 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 groen. Oh. Waar is dat? Ik denk oranje. Oh, het is zo pakken of zo. Ja, ja, het is wel leuk. We zijn terug thuis en nu gaan we eens kijken wat we allemaal hebben en voor wie het zal zijn. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ja. Kijk. Ik heb dus deze snoepjes, ik heb parfum en ik heb deze lipstick met Coca-Cola smaak. Neem maar een papiertje. Oh. Oh. Voor wie zijn de cadeautjes van Celine? Anna! Ja. Maar Anna, je gaat toch... Ja, ik dacht het al. Je gaat niet heel die pot alleen opeten. Oh my god. Zo. Ruikt naar cola, maar ook naar lippenbalsem. Oh, oké, okay, naar allebei. Ruik ik die? Ja, trek naar okay, cola. Okay. Ella, jij bent de volgende in het rijtje. Wat heb jij meegenomen? Deze. Ja. Dat is voor elk zo'n snoepsliertje. Ja. We doen dat in onze mond en we doen zo rap mogelijk. Allee, we eten zo rap mogelijk het sliertje. Oké. Okay. Okay. 3, 2, 1, go! Ja, je hebt niet gezegd, je mag geen handen gebruiken, hè. Wie is er gewonnen? Ik denk Celine toch. Voor wie zijn Ella haar gadgets? Neem maar een papiertje. Hola, met die snoepen. Voor mij. Oh, voor jezelf. Ja, dat gaat ook natuurlijk. Voor Ella. Je mag je gadgets zelf houden. Nou ja. Alsjeblieft. Maar wat jij, want ja, ze wou iets van mij.
Oh. Ah, maar ja. Ja, stiekem wil ik die sleutel hebben, omdat ik dan, ja, omdat je zo love you en zo, ja, ik vind het wel lief. Oh, de love you sleutelhanger. Ja, maar ja, het is van jou, hè. Je hebt je eigen naam getrokken. Nee. Maar jij hebt deze poetste van mij. Ja, het zijn cadeaus, dus als het aan jou geeft, moet je het accepteren. Ja, oké, dankjewel. En love you too. Oh. Amatonis, wat jij allemaal mee hebt. Dit had je dus mee, en wat nog? Nog een stilo. Nog een stilo ook, maar die stilo, die, waar is die dan? Ja, die ligt nog bij de kassa. Ligt die nog aan de kassa? Ja, echt waar. Nee, echt? Ja, ik denk er nu aan. Oh, dus alleen dit? Ja. Oké, en voor wie zal het zijn, Anna? Voor de fans! Oh, wacht even. Er is ook een kans dat jullie cadeaus winnen in deze video. En de eerste cadeau die jullie kunnen winnen is die van Anna. En nu komen mijn cadeaus nog. En als ook die cadeaus naar jullie gaan, geven wij deze allemaal weg op het einde van deze video. Ik heb dus dit. En het is eigenlijk een knuffel, maar dan ook zo een ding om te slapen. Celine heeft het getest in de winkel. Dan hebben we dit, dat eigenlijk ook groen is, maar van Anna al is. En dit is al voor de giveaway voor de fans. Ja. Dit is wel solid. Dit is de voetbalmok, ja, die ik nog niet ga uitpakken, want wie weet is het ook voor jullie. En dit is een stretchy dinosaur. Nee, maar een papiertje. Oké. Check Ella, stiekem. Wil je dit? Nee. Nee, stiekem wel. Domme. Fans. We hebben dus echt wel een leuke giveaway mee, Ella. Nee. Dus superleuk nieuws voor jullie, want jullie kunnen dit winnen, dit winnen. Dit en dit, allemaal samen. En wil jij dit winnen? Heel makkelijk. Wat moet je doen? 1. Like deze video. 2. Abonneer op ons kanaal. En 3. Reageer met je toys. Reageer zeker. Verrassing onder deze video. En wil je extra kans maken? Check dan zeker ook ons Instagram-account van Celine en Michiel. Oh no. Ik probeer hier serieus een giveaway aan te kondigen. En jij zit hier met een chicken in die lens te duwen. Oké, maar het is wel duidelijk. Ga naar Instagram voor een extra kans. En bespaar Michiel zijn ogen, alsjeblieft. Inderdaad. Vonden jullie het een leuke video? Ja! Ik vond het ook een leuke video. Dankjewel om het te vragen aan mij. Hopelijk vonden jullie dit ook een superleuke video. Iedereen veel succes met de giveaway. En wil jij zelf gewoon gadgets of cadeaus kopen? Ga dan gewoon zelf eens een kijk nemen in Dreamland. Bedankt voor het kijken. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Die zag ik zo hard aankomen. Ik voelde al achter mij maar peace. Peace! Krijg je nu ook een snoepje? Ja, wacht. Boys. Voor de giveaway zit alles ondertussen in deze goodie bag. En de twee poppets, die gaan er ook nog bij. Oh, leuk. En wij komen het ook persoonlijk bij jou thuis brengen. Dus veel succes iedereen. En Ella, ja, het is genoeg. Wij zien je in de volgende video. Peace.